een gegeven ogenblik ja, moet je ook bij jezelf te raden gaan. Van, ik heb van de kiezers van Noord-Holland die verantwoordelijkheid gekregen en ik maak hem niet waar. En dan moet je bereid zijn om daar zelf conclusies aan te verbinden. Monica Núñez kwam voor de PVV in de Staten, kreeg ruzie en ging door als eenmansfractie. Sinds 2012 is zij nooit meer op een vergadering verschenen en is ze onbereikbaar. En ook wij kregen haar niet te pakken. U bent verbonden met de Telfort voicemail van 06... Een andere ex-PVV'er, Arie Wim Boer, brak ook met de partij en ging ook alleen verder. Hij is dit jaar nog maar één keer in Haarlem verschenen. Statenleden die moeten volwaardig meedraaien en als ze te lang afwezig zijn, dan geldt ook voor de heer Boer, dan moet hij de consequenties trekken. Ik vind het ongepast als je niet exact weet wat er aan de hand is, dat maar te gaan roepen. Gewoon de eerste maanden heb ik bewust niet daar gewoond, omdat ik toen een keuze heb gemaakt voor de campagne voor de gemeenteraad. En de overige maanden ben ik niet geweest door omstandigheden in de privésfeer. Intussen strijken de spookvergaderaars een vermogen aan gemeenschapsgeld op. Een statenlid krijgt per maand een vergoeding van ruim €1100 voor het werk. In het geval van Monica Núñez, die 18 maanden niets van zich liet horen, betekent dat alleen al een kostenpost van bijna €20.000. Op dit moment is het niet mogelijk volksvertegenwoordigers te straffen voor afwezigheid. Als het aan Remkes ligt, komt daar verandering in.